Na de winterse periode komen op de geestgronden in het westen van ons land heel schuchter de eerste blaadjes van de bolbloemen boven de grond. Maar binnen op de Westfriese flora in Boven Karspel staat alles al in volle bloei. En bovendien in het teken van 200 jaar Amerika. De dit jaar jubilerende republiek die zoveel bloembollen uit Nederland betrekt. Voor de 43ste maal wordt deze expositie nu hier gehouden. En niet alleen leken komen naar kijken, maar ook deskundigen die op hun specifieke manier de kwaliteit beoordelen van al die uiteenlopende en prijswinnende soorten tulpen waaraan kwekers de grootste zorg hebben besteed. Deze merkwaardige parkiettulpen lijken een beetje verdord, maar dat is schijn. Zo is nu eenmaal hun uiterlijk. Naast tulpen en hyacinten zijn er ook tal van schitterende irissen en lelies geëxposeerd op deze tentoonstelling, die een begrip is in Nederland en daarbuiten. In de reusachtige veilinghal zijn meer dan 100.000 bolbloemen geplant. Van de simpele narcis tot de wat minder eenvoudige amaryllis. Tot de premières van dit jaar behoort deze nieuwe freesia, die in het kader van deze expositie de naam Washington kreeg. De organisatoren zeggen nauwelijks te veel wanneer ze stellen dat de lente in Boven Karspel begint.